Ricardo PINTO. Je krijgt de mogelijkheid van een topmiddenvelder. Het gaat Davids, die bij topclubs heeft gezeten. En hij geeft je dan de mogelijkheid om, om bij een team te komen die straattop is. We hebben veel culturen meegemaakt. We hebben het leven van straatvoetbal in alle landen meegemaakt. Elke land heeft zijn eigen methode, eigen systeem, eigen spel. En we hebben van elk stukje wat meegenomen. Voor Senegal, Ghana, Zuid-Afrika, Kenia. En neem het op tegen de toppers daar. Van het experience. Straatvoetbal ook op het veld gebruikt kan worden via mijn manier. Vrijheid, techniek, overzicht en fun. En iedereen heeft natuurlijk zijn eigen ontwikkeling erin. Iedereen heeft zijn eigen stijl. Maar de techniek die ik leer, is op aan te passen op elk kind. En elk kind kan met zijn eigen visie, met mijn straatvoetbal, zichzelf ontwikkelen. Straatvoetbal is een bevrijding, is een plezierige sport. Het is niet alleen dat ze dan zeggen van, oh ja, maar straatvoetbal is de bal op de benen, geen bal om me heen, nee. Mijn trucjes worden gebruikt op het veld.
ways. They might ask.